De Nederlandse woningmarkt is dit jaar sterker begonnen dan we hadden verwacht. Het eerste kwartaal kende ongeveer een kwart meer verkopen dan vorig jaar. Ook de huizenprijzen stegen op jaarbasis met 4%. Dit jaar verwachten wij in totaal 190.000 tot 210.000 transacties. En in 2017 denken wij aan 200.000 tot 220.000 verkopen. Hiermee vlakt het groeitempo wat wij in de afgelopen twee jaar hebben gezien wel iets af. Door de toenemende woningvraag en de relatief lage nieuwbouwvolumes wordt de bestaande koopmarkt wel minder ruim. Dit zorgt voor stijgende huizenprijzen. In 2016 verwachten wij een gemiddelde prijsstijging van 3,5% tot 5,5% en in 2017 denken wij aan 5% tot 7%. Welke factoren spelen dit en volgend jaar een belangrijke rol? Als we kijken naar de economische achtergrond, dan is het met name belangrijk dat we dit en volgend jaar een stijging van de werkgelegenheid verwachten. Dit draagt samen met de belastingverlaging van 5 miljard bij aan een stijging van de koopkracht van de huishoudens. Op de woningmarkt zien we dat het vertrouwen erg hoog is en de hypotheekrente die blijft naar verwachting dit en volgend jaar erg laag. Deze lage rente zorgt ondanks de stijgende huizenprijzen voor een relatief gunstige betaalbaarheid van koopwoningen. Kan het ook zo zijn dat de groei op de woningmarkt gaat tegenvallen? Ja, onze vooruitzichten voor de exportgroei die zijn omgeven met internationale onzekerheden. Als er bijvoorbeeld een mondiale groeivertraging zou optreden, dan zal de economische groei in Nederland ook minder zijn. In dat geval zullen we eerder aan de onderkant van onze raming van de verkoop- en huizenprijzen uitkomen. Hoe zit het met de regionale verschillen? De regionale verschillen die zijn fors. Met name in de grote steden, denk aan Amsterdam en Utrecht, stijgen de prijzen al veel harder dan landelijk, want de markt is daar zeer krap. In Amsterdam bijvoorbeeld stegen de huizenprijzen al met 11% ten opzichte van vorig jaar. En daarmee zijn de huizenprijzen al hoger dan de piek voor de crisis. Het valt te verwachten dat bij aanhoudende prijsstijgingen in de grote steden de betaalbaarheid daar op een gegeven moment dusdanig zal afnemen en dat de vraag zich zal verplaatsen naar gebieden rondom deze steden. Verder zien we wel dat in elke regio het aantal verkopen stijgt en dat de markt daar minder ruim wordt. Dit komt onder andere doordat het vertrouwen in de woningmarkt breed wordt gedragen en dat de hypotheekrente geen regionale verschillen vertoont.